Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 19 van Nice Family. Vandaag had ik gehouden om met jullie samen pakketjes te unboxen, want er zijn er weer heel wat aangekomen. Plus om misschien de Black Friday sales die we gedaan hebben te laten zien, hoewel ik ze nog niet allemaal in huis heb. Mijn Amazon bestellingen blijven me achter. Maar ik ga de video nu meteen beginnen, want ik heb een kei mooi pakje aangekregen. Ik weet zelf niet wat het is, maar het ziet er echt heel feestelijk uit, vind ik. In dat groot pak. Dus ik ga daarmee beginnen en dan ga ik de rest openen. Ik vind de doos echt super mooi. Het is echt te mooi om open te maken. Hoe doe ik dat hier open? Oh, ik wil die echt niet stuk maken. Maar ja, het zal moeten. Dat ik het niet kapot maak. Wauw, een gingerbread house. Oh my god, hoe mooi is dit? Even het kaartje lezen. 34ste verjaardag van Home Alone met Disney. Oh my god, dat is al 30 jaar. 30 jaar na de release is de iconische kerstfilm nu beschikbaar om te streamen op Disney Plus. Samen met Home Alone 2 en 3. Maar niet voordat je je eigen gingerbread Home Alone huis versierd hebt. Kan jij de beroemde Home Alone mansion van Kevin McAllister hercreëren? Oh, hoe schattig is dit? Oh my god. Dit is echt mega cute. Dat heb ik nog nooit gehad, een gingerbread house. Oeh, en er zit echt zo'n puntzak bij om te versieren. Wauw. Om je huisje mee te versieren. En dan zo Smarticus, Disney, hoe noemt dat, suikerdingske, Home Alone. Oh, en zo'n mini Candy King, zo wauw. Ik ben echt keert onder de indruk. Ik kan niet wachten om dat te gaan proberen. Ik wil dat wel samen met Noortje doen, hoewel die gaat dat misschien stuk maken of zo. Dat is wel heel mooi. Als ik nog iets eten geef er wel, dan kunnen we het misschien wel samen doen. Cute, ik heb dat jammer zo om het te versieren. Oké, next up is een pakje van Uriage. Ook even checken. SOS Anti-Itch Mist. Hoe gek. SOS Nevel tegen krabben. Droge huid met neiging tot atopie. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Maar klinkt wel leuk. Zou je nog wat muggenbeten kunnen doen? Wat is dit? Soothing Eye Contour Care. Dus dat is een soort van oogcrème. Een kaartje met goed einde jaar. En een mooi handdoekje. Of wat is dit? Een beach towel of zo. Ook wel mooi. Oké, en dan een pakketje wat gisteren is toegekomen. En dat is mijn bestelling van JBC. Die dozen zijn altijd zo cute. Ook nog wat kerstspulletjes. En ik heb ook voor mij en voor Nick een outfit. Dus niet alleen voor Noah. Oeh, dit zijn normaal matchy PJ's voor Noah en mij. Dus kijk, ik heb maat 92 genomen. Oh, hoe schattig deze onesie. Hopelijk past hem er nog in. Ik wist het niet zo goed of ik 92 of 98 zou nemen. Maar ja, ik dacht veel te groot moet ik niet kopen, want zo lang is het niet meer kerst. Oh my god, die is cute. En dan mijne. Het is wel een heel leuk stofje. Oh, mijn haar is by the way heel irritant. Ik heb er zo niks mee gedaan, dan valt dat zo. Oké. Dit is mijne.
Je had ze ook voor mannen, maar niks zijn maat was uitverkocht, jammer. Anders hadden we een matchy PJ set nog, want ik vind ze wel heel mooi. Ook een leuk stofje. Voelt fijn aan. Oké, dat was het eerste. Dan een nootje. Sommige, ja, deze heb ik wel een 98 genomen. Ook wel leuk. Van Baptiste. Cute. Dat is zo'n kersttruitje, maar er staan dan ook zo fietsjes op. Het is wel zo'n iets dikker pulletje ook. Gewoon heel mooi. Dan, deze vond ik ook heel mooi. Dat is ook denk ik van diezelfde collectie. Een mutsje. Kei schattig. Past wel bij zijn pulletje. Dan voor Noah nog dit zachte truitje. Ziet er een heel leuk stofje uit. Ook lekker warm. En dat kan nog wel voor altijd. Dat heb ik denk ik ook, ja, heb ik een 98 genomen. Dat ik dacht, ja, dat kan hem wel heel de winter nog dragen. Want dat is niet per se kerstachtig alleen. Dan, ah ja, voor Nick heb ik ook een fancy outfit. Hopelijk gaat hem passen erin. Altijd tricky die zijn maten. Maar zo'n iets gekledere broek. En dan heb ik hem ook zomaar in een kooltruitje gekocht. Denk ik toch dat ik dat gekozen had. Where is it? Ja. Omdat hem altijd maar zei dat ik zei dat hem daar niet mee stond. Maar dan had ik wel een mooi pulletje. Het is gewoon zwart en dan zo'n kooltruitje. Kan een matchen met Noah, want die heeft al zo eentje. En voor Noah heb ik zijn kerstoutfitje ook zo'n fancier broekje. Heeft wel een beetje weg van Nick zijn. Maar dan is het ook zo wat semi-jogging style. Want hier kun je het binden. Ook wel schattig. Dat ziet er mijn 92 uit, ja. Gaat ook nipt zijn. Maar ik denk wel dat hem gaat passen. Schattig. En dan dit hemdje daarop. Dat heb ik wel weer een 98. Hoe cute. En dat past ook keimooi met Nick zijn outfit. Ik voel een family picture aankomen. En dan heb ik ook nog een kerstkleedje genomen. Ook zwart om in thema te blijven met de rest hier. Oei, maat L. Oeps, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, dit gaat me niet passen. Oei, hoe komt dat? Heb ik mij nu zo vergist? Lap. Damn, dat heb ik echt gewoon verkeerd besteld. Alles balen. Dat ziet er dan zo'n heel mooi uit, vind ik. Zo'n ribbelstofje, fluweel, met zo'n pofmoutjes. Oké, ja, dan ga ik proberen te ruilen nog dan, hè. Nee, het zijn niet allemaal Black Friday sales die ik nu ga tonen, want deze heb ik niet bij Black Friday gekocht, maar vind ik echt zo pretty. Wacht, daar ga ik mijn camera even zetten. Het is echt lang geleden dat ik nog zo enthousiast ben geweest over een jas. Oh, hoe mooi is deze. Ik wil hem tonen, maar ik heb echt geen outfit aan waar het bij past. Ik heb een joggingbroek aan en dan een rode pul. Dus dit gaat het niet echt zijn, maar om jullie een idee te geven. Ik vind hem echt zo mooi. Dat is van Sarah, by the way. Ja, oké, zo is het niet geweldig als je hem zo ziet natuurlijk. Maar het is echt wel... op een normaal outfit een hele mooie jas, vind ik. Dan heb ik wel bij Black Friday nog twee beanies besteld. Die heb ik nog niet gebruikt. Een gewone zwarte en dan een witte. En die zijn allebei van Stradivarius. Dan heb ik nog wat verzorgingsproducten besteld. Maar even denken welke daar allemaal waren. Niet heel veel wil niezen. Een nieuwe beauty blender. Ik heb eens een beige genomen. Ik dacht, dan ziet je zo de make-up daar zo niet hard op. Maar het is de eerste keer dat ik zo'n beige neem. En dan beauty blender cleanser. Want die was ook op. Dan deze opnieuw. Van Paula's Choice Exfoliate. Want die was ook op. Dat is wel een hele goede om je poriën te verkleinen. En is wel zo goed tegen puistjes en zo ook. Ik denk dat ik mijn mascara heb ik nog bijbesteld. Mijn favorite cheap ass mascara. Hoe noemt hem? Van Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. De groene heb ik. Zo heb ik er twee genomen.
Dat is het denk ik wel qua beautyproducten. Maar zoals jullie weten, dat is echt wel samen met de Better Than Sex mascara van Too Faced mijn favoriete mascara. Die van Too Faced is echt 10 keer zo duur, denk ik. Nog niet heel duur, ze. Ook, ik weet niet, 29 of zo. Maar deze is echt gewoon 2,5 euro of zo. Dus is wel zalig. Wat heb ik nog? Nog van Stradivarius, denk ik. Ja. Nog een sjaal van Stradivarius heb ik gekocht. Nog niet gebruikt. En dit hemd. Dat is zo'n jurkjeshemd. Dat is ook wel een mooie. Deze shoes van Guts & Gusto. Dat is ook heel mooi. Ik wil al heel lang zo'n beige botjes. En ik denk dat is van Black Friday sales. Nick heeft wel nog veel schoenen gekocht, weet ik. Maar die weet ik niet allemaal staan. Hier heb ik er onlangs een paar gezet. Die. Hele basics, hè. De rest heeft hem denk ik beneden staan. Ik zal daar ook eens gaan kijken. Oké, even terug beneden kijken. Even zien. Deze. Zoiets chicere botjes. Deze. Allemaal sneakers van haar. En dan nog zo'n zwarte. Ik vind dit een beetje zo emo shoes van in de tijd. Maar nog fancy. Nee, ik vind ze wel oké. Hallo. Hallo. Wat een treurig dagje, Marcus. Ik neem trouwens mijn jas aan, ik ben een iets betere outfit. Ik zal hem zelfs als ik aan denk nog eens tonen. Mijn nieuwe handtas zeker. Ah ja, mijn nieuwe handtas. Oh, die heb ik ook niet getoond. Jezus. So pretty. Echt heel mooi. En we gaan nu naar onze keukenbouwer nog eens, hè, voor een afspraak. Voor zo'n beetje de... 1 year later. 1 year later, inderdaad. Ik herinner me vorig jaar dat we toen een glas kava kregen dat het eindejaarsperiode was. En nu is het echt een jaar later en we hebben nog altijd gekeukt staan. Crazy, ja. We zijn wel begonnen, dat nog eens. Ja, aan de uitbouw, maar niet aan de keuken staan. Ja, nee, nee. Maar ja, die kunnen ook nog niet beginnen, want de ramen staan niet aan. Nee. We gaan dus nu nog eens voor zo de finale dingen een beetje af te spreken. En dan ligt het vast, hè? Dan kunnen we het niet meer veranderen, zeker. Hopelijk verander ik dat niet nog eens van gedacht, want er zijn wel een paar aanpassingen gebeurd, maar ja, ik zal het jullie wel tonen eens het staat. Er is geen optie meer op dat. Nee, ik weet het daarom. Maar ja, oké. En we gaan nu nog sneller voor naar de JBC, want ik heb een jurkje mee en ik ga eens kijken als ik dat kan ruilen in de winkel, want ik vind het wel heel mooi. En ik denk als ik dat moet terugsturen, dat dat er niet meer op tijd gaat zijn voor de kerst. Oké, got the dress. Hele schmalke. Joi. Oké, keukenafspraak is geweest. Was wel oké. Ik ben benieuwd, want nu gaat hij zo de finale offerte nog opmaken en de dingen die zijn aangepast. Ze zijn trouwens, as we speak, aan het werken aan onze bijbouw, aan de garage en zo. Maar ik zal het zelfs nog wel stonden, want nu staat er zo allemaal volk. Oh, maar het gaat sowieso allemaal niet meer voor dit jaar zijn. Ook de garage niet balen. Allee, het kantoor. Dus dat is wel balen. Maar ja, oké. Het is hoe het is. Waarschijnlijk voor midden januari. Maar ik was pakketjes aan het openen in deze vlog dus. En er zijn net nog 2 super mooie pakketjes aangekomen. Van Lidl is deze. Tada. En het is voor een Christmas party at home. Dat ze dit hebben gestuurd. En dan van Nivea heb ik deze aangekregen. Ook heel mooi. Dus die ga ik nu ook eens openmaken. Noortje is thuis. Mama, het licht aan doen, schat. Oei, laat die maar liggen. Nee, dat is zeker geen bal. Dat is een lamp. Had ik nu dat pakket van Lidl trouwens getoond? Volgens mij niet. Er zaten al sinds snacks in. Wat, jouw auto? Welke auto? En ook zo'n lamp. Ik ga ze aandoen en kijken naar Noah's reactie. Wauw, wat is dat? Disco! Wauw! We hadden de lamp trouwens afgehangen met een gewone lamp, maar ze hadden zo'n gekleurde lamp van Lidl gekregen. Super grappig.
Wat is dat, Noah? Feestje? Nee. Nee, geen feestje? Nee. Zeg, buskill. Dit is apje. Wat wil je? Wil je dat vangen? Ja. Dat gaat niet, schatje. Ik denk dat dat is als met de belletjes, dat je dat zo pets kunt doen. Dat is niet, schatje. Moet ik de gewone lamp terug aan doen? Ja. Ja, hè? En wou het lampje toch terug op. Vind je het leuk? Wauw. Nee. Veel, hè? Ja. Oh, stappie. Stappen. Ja. Zo doen, ga je mama helpen? Ja. Zo, met de handjes zo. This Christmas, I'll dream of a private yacht. Sail anywhere if it's hot. But I got the dream that's making me beam. It's you, me, and mistletoe. I'll dream of a Christmas tree lit up with a gift for me. But this I... Ja, nog een versierinkje erop dus. Zo, ik ga mama nog een beetje versieren. Ja, mama helpen. Is dat deugd? Nee, nee. Oké, okay, Noah heeft goed gesmuld van het gingerbread house. Al de suiker met zijn vingerken er de hele tijd aan het afnemen. Maar ik ga nu cadeautjes inpakken voor Noah, die van Nick. En de rest heb ik al gedaan. Dus ik moet alleen hier nog voor Noahtje doen. En ik heb er voor kerst en voor oudejaarsavond, omdat we normaal in mijn familie altijd op oudejaarsavond cadeautjes doen. Zoals andere mensen op kerstavond doen. Maar nu doen we geen feestje eigenlijk. Met mijn familie, met Nick zijn familie ook niet trouwens, maar met Nick zijn familie gaan we waarschijnlijk wel iets buiten doen of zo. Mijn familie ook buiten wandelen of zo, maar niet met iedereen, want ja, we zijn met 3 kinderen thuis, dus dat is te veel, mogen ook niet gaan wandelen of zo. Dus wat dan als idee, Nick en ik als idee om toch ook oudejaarsavond wat te vieren, ook met cadeautjes dan, dat Noahtje toch op 2 dagen pakjes ook mag uitpakken. En dan gaan we het gewoon onderhands wat gezellig maken. Dus die cadeautjes ga ik nu snel inpakken. Oké, 1 hour later. Alle pakjes ingepakt. Ik ga nog snel mijn adventkalender openmaken. En dan ga ik de video afsluiten. Deze zit erin. En dat is Christmas Morning Punch. Ruikt ook wel heel lekker. Ik ga ze bij mijn kaarsjes steken. Wel leuk, vind ik, die kaartjes. Oké, dat was het. Dus ik ga de video afsluiten. Hoop ik vond jullie het weer een leuke vlog. Tot morgen. Het begint af te korten. Oh, ik nog maar een paar dagen vloggen. Dus maar oké. Het is nog even. Dus doe zeker thumbs up. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot morgen, Team Nice. En dan Nice Family out. Nice.